Het slachtoffer in deze zaak is een 41-jarige Chileense man die tijdelijk in Rotterdam verblijft. Maandag 26 september in de ochtend kwamen gemeentemedewerkers van de gemeente Den Haag een man binnenbrengen op het politiebureau in Den Haag die echt zwaar gewond was. Hij had brandwonden aan de buitenkant en toen de politiemedewerkers van dat bureau later deze man naar het ziekenhuis hebben laten brengen, toen bleek dat hij ook nog een gebroken rug en een gebroken heup had. De man geeft zelf aan dat hij voor zijn werk tijdelijk in Rotterdam verblijft. Op 7 september is hij op Rotterdam Centraal bij mannen in een auto gestapt. Die hebben hem ontvoerd en 2 weken lang mishandeld in een woning in Den Haag in de wijk Moerwijk. We zoeken natuurlijk dus ook getuigen, mensen die hem daar die woning uit hebben zien komen. Want hij heeft zelf weten te ontsnappen door van 3 verdiepingen hoog naar beneden te springen. Nou, dat kan natuurlijk ook de breuken die hij had verklaren. De man kende zijn belagers niet, zijn ontvoerders. En hij weet ook niet waarom ze hem hebben ontvoerd. Hij zegt wel, ze wilden geld van hem hebben. Nou, daar kan mogelijk een motief liggen. Maar het blijft toch een ingewikkeld verhaal waar we heel graag meer over willen weten. En wellicht zit er iemand thuis te kijken die iets herkent in het verhaal. Die hier meer van weet. Die ons iets meer kan vertellen. Aanknopingspunten voor ons onderzoek. Wie weet meer over deze ontvoering? Wie heeft iets gezien op 7 september rond 9 uur in de avond? Wie weet meer over de verblijflocatie in de Haagse wijk Moerwijk? Alle tips zijn welkom. Bel 0860 70. Anoniem melden kan via meldmisdaadanoniem 0800 7000.